ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Sorry dat ik de vlog zo open. Maar ik was net bij mijn vriend thuis, dus ik rijd nu weer naar huis toe. En ik dacht, dan open ik gelijk even de nieuwe video. Als je heel erg veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze week. Nou, zoals jullie zien zit ik dus in de auto. En ik heb gisteren mijn verjaardag gehad. Gisteren was het zaterdag. Het is vandaag zondag. Ik weet niet of ik dat nu heb gezegd. En het was echt... Eigenlijk zeg ik niet handig dat ik nu aan het filmen ben. Het was echt heel erg leuk. En dus nu heb ik een beetje een brak dagje. En mijn opa en oma zijn er nu. Dus daarom rijd ik nu naar huis. En dan gaan we zo meteen lekker uit eten. Want... morgen ben ik echt jarig. Dus ik ben echt heel erg blij. Oh ja, voor de als mensen het gaan vragen. Dit is zo'n scrunchie. Deze is van Lot of Jewels. Van waar was hij nou? Lot of Jewels of zo? Ik zal het wel even in beeld zetten. Maar ik ben dus nu onderweg naar huis. Oké, ik ben alweer een tijdje thuis. En wij gaan zo meteen uit eten. Waar ik super veel zin in heb. Voor de mensen die dus mijn vorige week vlog niet hebben gezien, daar vierde ik mijn verjaardag. En ik heb echt zulke leuke dingen gekregen. En ik ben zo blij. Ik heb net ook de foto's zitten kijken. Want we hadden een soort van fotohokje gemaakt. Zodat we hele leuke foto's konden maken. En ik heb heel veel nieuwe leuke oorbellen gekregen. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En mijn schoenen die ik niet ga uitdoen. Oh. En mijn schoenen die ik niet ga uitdoen omdat ze zo mooi zijn. I'm so happy. Maar morgen moet ik weer naar school. Maar we gaan dus eerst nu even lekker eten. Mooi, mooi middagsnee. Ja, de via komt eraan. Oké, ik ben weer thuis van het eten. Ik heb echt heel lekker gegeten. En het was ook echt heel gezellig. Ik ga nu lekker in bed liggen. De vlog editen die morgen online komt. Daar heb ik echt zin in. Want het is natuurlijk van mijn verjaardag. Dus dat is heel erg leuk. En ja, ik ben dus om 12 uur jarig. Maar ik weet gewoon niet of ik het red om tot 12 uur wakker te blijven. Maar, oh, ik ga mijn warmtedeken aanzetten. Ik heb dus zo'n warmtedekentje gekocht. Dat is zo lekker. En ja, ik moet morgen om 8:30 naar school. En ik ben morgen, ja. Dus dat is niet heel fijn, maar ik ben wel vroeg uit. Dus ik ga nu lekker naar bed. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik ben vandaag jarig. Superleuk. Ik moet alleen zo meteen naar school toe, dus dat wat minder. Ik heb wel... de eerste paar uurtjes even overgeslagen om te slapen. Goeie zin. Maar ik ben dus vandaag jarig. Ik moet tot 2:30 naar school. En daarna ga ik even make-up halen. En ik wil gaan schaatsen, maar ik weet nog niet zeker of we dat gaan doen. Ik ben helemaal klaar. Dus ik ga zo meteen richting school. Ik heb me omgekleed. En ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Het is wel best simpel. Omdat... ik vond het gewoon niet makkelijk. Ja, ik had ook niet echt een leuk shirt dat ik aan kon doen. En deze vond ik wel prima. Dus daarom heb ik deze. En ik ga dus nu even mijn spullen pakken. Wat ik aan heb is dit shirt. Dit gestreepte shirt van de Bershka. En ik heb dit rokje aan van de Pull & Bear. En met mijn sandalers die ik heb gekregen op mijn verjaardag. Superleuk. Ze lopen alleen echt als hout aan mijn voeten. Ik moet echt nog inlopen. Dus ik ga nu mijn spullen inpakken en dan ga ik richting school. Ik ben nu bij het station, dus ik ga nu naar school toe. Ik weet niet of ik op school iets ga filmen. Ik heb geen zin en ik heb dus mijn sandra's aan en het doet zo veel pijn. Ik liep alleen dat stukje naar de auto en moet straks naar school lopen. Ik hoop echt dat ik het ga halen. Maar ja, ik moet er gewoon inlopen en gewoon even doorbijten, weet je. Maar ik ga dus nu naar school. Ik ben weer terug van school. Het was een korte dag. Ik had voor het eerst vandaag aardrijkskunde, dus dat was wel interessant. En ik ga straks dus make-up ophalen uit school, maar ik weet nog niet wat we precies gaan doen. Want we wilden eigenlijk gaan schaatsen, alleen misschien is het toch iets te laat en qua tijd en allemaal dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk, het is en blijft een maandag en ik heb het weekend ook gewoon goed mijn verjaardag gevierd. Dus misschien moet ik gewoon het even loslaten. Ik ga wel... Oké, dat was de boter. Even iets lekkers eten. En dan ga ik weg. Oh ja, ik had nog super schattig cadeautje van mijn broertje gekregen. Namelijk deze Calvin Klein Sport BH, of hoe je dit ook wil noemen.
echt super chill. En ik hoop dat hij past. Hij ziet er best wel groot uit. Maar ik heb geen zin om hem nu te passen. Of zou ik dat toch doen? Nee, dat ga ik toch wel even doen. Ik heb weer een nieuw pakketje binnen. Maar ik ga het morgen pas even laten zien. Zal ik het er nu alvast uithalen? Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En daar en ik zijn te laat op school. Nee, te vroeg. Te vroeg bedoel ik. We hebben dus zo meteen voor deze wedstrijd. Iemand uit onze klas gaat onze klas vertegenwoordigen. En het zou dus... Ik dacht dat het om 9:30 begon. En het begint dus om 10:00. Wij komen gewoon supporten. Ja. En ik was vanochtend echt fucking chagrijnig. Nee, ik nog steeds. Ik moest echt... Nee. Jij hebt het echt goed gemaakt. Ik zweer het. En gisteren vierde ik dus mijn verjaardag. En toen ging ik uit eten. Maar ik heb eigenlijk helemaal niks meer gefilmd. Omdat ik daar niet zoveel zin in had. En ik zal straks na school even mijn pakketje laten zien die ik binnen had gekregen. En wat gaan we na school doen? Na de voorleeswedstrijd? Zuipen? Nee, wacht. We gaan naar de kinderboekenmuseum. We gaan naar een museum in Den Haag. Oké. Okay. Dat is zeker voor de mensen uit onze klas uit Den Haag. Want die moeten eerst hierheen en dan weer terug. Ja. Ik ga met jou door het museum lopen. Dat is nog een beetje grappig. Shot. Shot. Bij elk ding dat je leuk vindt. Shot. Krijgen we de uitslag. En dan wil ik om te beginnen eerst een heel groot applaus voor alle studenten. Het zijn tot besluit gekomen en die ga ik nu bekendmaken. Gewonnen! De voorleeswedstrijd van 2018 is Rosalie! Zo gemakkelijk omdat er dan mensen komen aanlopen. Ga ze voor me lopen. Oké, we zijn klaar met de voorleswedstrijd. En Rosalie uit onze klas heeft gewonnen. Yes! En nu mag ze onze babo vertegenwoordigen. Waar is dat dan? In Zuid-Holland of zo? Volgens mij wel, ja. Oké, nou dat is best wel vet. Toch? Jazeker. En nu is het 12:00 en we moeten 3:15 in het kinderboekenmuseum zijn in Den Haag. En dan krijgen we daar een rondleiding. Ik hou er niet zo van. Nou, misschien vind ik het wel leuk, maar ik heb er nu niet zoveel zin in. Maar we gaan eerst even lunchen. Ik wil heel graag McDonald's, maar ik denk dat er andere vrijwilligers zijn. Oh, jullie doen wel mee. Oké, top. Nou, wij zijn met de klas even lunchen. Heel dank ten Arjen. En we eten bij de Midders in Den Haag. En dan gaan we naar het museum. Darren. Waar zijn we nu? We zijn in een kinderboekmuseum. High five. Goed gegaan. Mag schoon, nee, natuurlijk. High five. Ik heb er altijd zin in. Dat thee of koffie? Thee. High five. Nee. Koffie. Meester Jaap of Super Juffy? Meester Jaap. Goed antwoord, high five. Liever onderbouw of bovenbouw? Bovenbouw. Goed gedaan, high five. Oké, we krijgen nu een rondleiding door het kinderboekmuseum. Ik denk dat we eerst een presentatie of zo gaan bekijken. Maar dit vond ik wel episch. Dit waren gewoon net echte kinderen in het kindermuseum. Thanks. Oké, wij zijn dus nu in het kinderboekenmuseum en we zijn nu bij de onderbouw. Dus dit is de Giezelgod. Oh, dus met Paul van Loon, weet je wel. Nou, dus je hebt verschillende godden en daar is een bepaald thema. Oh, dit is ook leuk. Jongens, kijk dan. Ja, dit is liefde en vriendschap. Oh, met de Puk van de Plettenflat. Oh, weet je wel, van Timbuktu of zo? Wat was dat ook weer? Winky of zo? Van Spangas. Of nee, dat was ook van Timbuktu-achtig iets. Van Kwan Slee. Ja, met, maar hij is ook van Spangas. Dit is, hoe overleef ik mezelf? Ja, hoe overleef ik mezelf? Ach, wat leuk. Ja, dit is die vriendschapgrot. Grot, ja. Wat is dit? Oh, wat vet. Ik vind het echt ziek leuk. Wat is dit? Hier, geef hier. Oh, je kan hier je mening geven. Over het Giezel. Oh, dit is ook heel vet, zo met die deur. Hoe gekker, hoe beter.
Echt, daar is van alles. Oké, ik ben terug uit school en het is inmiddels alweer 5 uur geweest. Ik ben helemaal kapot. Maar het was wel erg interessant. We gingen dus naar het kinderboekenmuseum. Daarna hadden we nog een opdracht in de stad. Nu ben ik lekker thuis. Ga ik even een uurtje in bed liggen. En dan ga ik daarna naar de sportschool met Amber. Want ik wil weer gaan sporten. Dat gaat wel lukken. En ik zal nog even snel laten zien wat ik van Shaquille heb gekregen. Ik ga niet alles helemaal precies laten zien, want er komt een aparte video over. Het is namelijk voor Black Friday. Maar het leek me toch wel leuk om even te zien. Omdat ik wel gewoon een algemene kortingscode heb die altijd werkt. Dit is het eerste en deze vind ik echt zo mega leuk. En I love deze kleur. Echt gewoon top. Dan deze superleuke bruine trui. Echt herfst-winter trui. En deze vind ik ook zo nice, want ik heb gewoon niet zo'n trui. Dus deze vind ik echt super top. Deze vind ik ook echt helemaal fantastisch. En deze helemaal van wol. En dan met van die lieve hartjes. Ik heb alles in de maat 36 genomen. Of in een one size. Deze vind ik ook zo leuk. Echt, I love it. Gewoon deze simpele witte trui. En deze had ik gisteren even in de avond aan op mijn verjaardag. Dus dit is helemaal top. Dus ik kan weer eventjes vooruit. Ik heb net gesport met Am. En ik heb even gedoucht. Dus ik zie er echt niet uit. En ik ga hem even omkleden, spullen pakken voor morgen. En morgen begin ik volgens mij om 10:30. En mijn huid is zo droog, het doet gewoon pijn. Ik haat echt dit weer, het is zo koud. Goedemorgen, het is vandaag. Hoe laat is het? Woensdag. En het is 9:30. Ik moet zo meteen naar school. Ik had vannacht bij mij geslapen. Alleen ik ben nog even naar huis gegaan. Om even op te maken en klaar te maken. Want hij moest heel vroeg naar school. En ik ga straks naar school. Ik heb tot 2:30 school. Ik heb 2 lessen. Ik heb muziek en geschiedenis. En na school ga ik een video opnemen voor Black Friday. Die dan morgen online komt. Dus die video ga ik nu eventjes opnemen. En dan... dit is even de setting. Ik ben mijn statief vergeten. Het ziet er echt niet uit. Mijn achtergrond ziet er ook echt niet uit. Maar die ga ik even opnemen. Oké, ik heb net die video opgenomen. En ik ga dus vanmiddag na school... ga ik dus even de rest filmen. Ik moet nu echt naar school, anders kom ik te laat. Maar ik heb echt geen zin. Ik heb de mascara niet boven mijn ogen weggehaald. Nou ja, dus ik ga nu naar school. Ik ga nu naar school toe. Wat ik aan heb is deze trui van Shaquille. En deze broek is van de Pull & Bear. En daaronder heb ik mijn Sandra's aan. En ik moet nu echt gaan, want anders kom ik te laat. 1, 2. Hij begint zo meteen met t-shirt, die troebels. Tik, 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 tik. Ik help even mee. Dan tel ik mee. 1. Portje, die werkt bij de Albertijn. Oké, ik ben weer thuis van school en ik ben even samen met Demi, die zit op de bank. En we zijn even tosties en knakkers aan het maken. En daarna moeten we even een video opnemen. Ja, dus dan moet ik buiten in deze kleding gaan staan. Het is echt min 104. Maar ik ga Demi eerst even iets grappigs laten zien. Oké, Demi en ik hebben net even wat video's gekeken. En we gingen nu even mijn outfit filmen. Eeuw, is die van deze echt zo ver? Je wilde het niet zeggen. Ik kan beter je jas dicht doen. Ja, boeien, maakt mij niet uit. Jongens, dit is foundation, dan weten jullie dat. Oké, maar ik heb de eerste outfit heb ik gefilmd. Heeft Demi gefilmd voor mij. En nu gaan we snel outfit 2 aan doen. Terwijl het min 800 is buiten. Oké, het is inmiddels alweer avond. En ik ga nu met Anne naar de sportschool. Ik heb echt geen zin, maar ja. We moeten het even volhouden, dus ik ga gewoon. En morgen heb ik stage, dus ik moet zo meteen nog wel veel dingen doen voor stage. Maar ik ga eerst nu van 7:30 tot 8:30 sporten. Goedemorgen, het is vandaag donderdag.
En het is best wel vroeg, want ik heb zo meteen weer stage. Ik ben 2 weken niet geweest doordat ik tentamenweek had. Maar vandaag komt ook mijn mentor kijken, dus dit is best wel een beetje een belangrijke dag. Ik weet niet of ik goed ben voorbereid, maar laten we het hopen. Gisteravond ging ik dus sporten met Amber. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Alleen, ik heb zoveel spierpijn dat ik echt amper kan lopen. Ja, het is natuurlijk wel goed. Alleen, het komt mij nu gewoon echt niet goed uit. En na school moet ik weer eens werken. Dus ja, daar heb ik ook echt geen zin in. Maar ik heb niet echt een keus. Maar ik moet nu naar stage toe. En ik zal mijn camera hier laten, zodat ik even na school kan vertellen hoe het is gegaan. Ik ben weer terug van stage en het ging eigenlijk best wel goed, zoals altijd. Mijn mentor kwam vandaag kijken. En ik heb stageperiode 1 met een 8,5 afgerond, dus ik ben helemaal tevreden. Ik ga nu in bed YouTube kijken. Ik ben echt helemaal klaar, ik ben zo moe. En dan moet ik vanavond werken. Dus ja, dat is wel echt minder. En ik wilde eigenlijk vanavond Black Friday inkopen doen. Dan doe ik dat wel na werk. Ik ga even gewoon YouTube kijken. Oké, ik ben weer terug van werk. Ik ben echt helemaal kapot. En ik moet morgenochtend weer. En daarna naar school. Ik zie er ook echt niet uit. Ik ga nu in bed. Ga ik even kijken voor Black Friday. Want het is meestal begint het donderdag om 10 uur de meeste dingen. En anders ga ik om 12 uur nog even kijken. En dan ga ik ondertussen Love Island kijken. Want ik ben onderhand alweer bij aflevering 9 of 10 of zo. En waar ik nog over na zat te denken. Of zal ik dat morgen vertellen? Ik wil heel graag dit jaar vlogmas doen. Alleen ik twijfel. Ik twijfel niet aan of ik het leuk vind. Maar ik twijfel of het handig is. Maar ik ga nu even in bed liggen. Oké, het is vandaag vrijdag. En wat zie ik eruit? Ik heb vandaag al gewerkt vanochtend om 7 uur en daarna moest ik naar school. En nu ben ik thuis en ik ben echt helemaal gesloopt, laten we het zo maar zeggen. Dus ik ga zo meteen nog even Black Friday inkopen, want ik was gisteren in slaap gevallen. Dus ik heb nog helemaal niks gekocht. Terwijl ik al de hele maand erom aan het zeuren ben. Dus ik ga nu Black Friday inkopen doen, camera opladen en dan geen idee eigenlijk. Oké, het is inmiddels alweer vrijdagavond. En het is nu 9:15. Ik ga zo meteen samen met Ijf en Celia uit. En we gaan naar de Westwood. Dat is in Den Haag. Is dat Den Haag? Geen idee. En ik ga zo meteen eerst Ijf ophalen. En dan gaan we richting Celia. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga alleen helemaal niks drinken, want ik moet morgenochtend weer werken. Dus dat is wel een beetje rot. Maar ja, we kunnen er niks aan doen en ik moet gewoon. Dus ik kon ook geen vervanging regelen. Ik heb me al helemaal klaargemaakt. Wat ik aan heb is dit shirt en dit rokje. En die is van de Sting. Oh, ik ben aan het inzoomen. Dus ik wacht even tot Ijf klaar is en dan ga ik haar ophalen en dan zien jullie mij zo meteen bij Celia. Ja, ik dacht, oh, misschien is dat een geheim of zo. Ja, okay. Ik doe wel muziek op mijn laptop. Oké, ik ben nu bij C thuis. Dat kan toch ook? En wij gaan zo meteen uit. En dat kan je wel zien aan ons thema. Ja, gas. Doet hij het echt niet. Kijk uit, je brandt bijna die kaars. Maar ik moest vandaag dus werken. Ja. En er komt een man. Die komt bij mijn werk. Oké, eeuw. Oké, die man die komt zo naar mij toe en hij zegt dit. Roet vrijdag. Ik snapte hem niet. Ik wou wel. Dus ik zo, wat? Zegt hij, roet vrijdag, zegt hij zo. Maar ik snapte er niks van. En ik werd helemaal ongemakkelijk, dus ik werd helemaal rood, weet je. Een soort van, zou ik even van je hout trekken? Dus ik zei zo... sorry meneer, ik snap het niet. Zei die, roet vrijdag. Gaan we nog in een hockey team met z'n opeens, ja. Toen opeens ging er zo'n belletje bij mij, weet je wel, dat ik het snapte. En toen zei ik, oh, Black Friday. Toen deed hij dit, oh, mag je niet zeggen. Ik heb nog nooit zo'n ongemakkelijke situatie gehad. Oké. Zee, we gaan even je cadeautje geven. C was 23 dagen geleden jarig. Maar dit is haar echte verjaardag. Die vieren we vandaag. Jee. Pauper vrijdag.
Omdat jij net al 5 keer heeft afgezegd. Ja, ik ben een beetje een oma geworden. Slechte vriend. Bad friend. Wat staat erop? Lees even voor. Shopping is always a good idea. Had je al gezegd wat het was of niet? Nee. Oh. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik heb gisteren helemaal niks gefilmd. Volgens mij is het laatste dat ik heb gefilmd dat ik uitging. En ik moest die volgende dag om 7 uur werken. En dat was echt het allerslechtste idee ooit. Want ik was gisteren echt ziek. Echt ziek. En toen voel ik me alsnog echt heel erg ziek. En ik heb geen idee hoe lang de weekvlog is. Ik ben er ook nog niet aan begonnen met editen. Dus dat ga ik straks doen. Dus misschien is dit het laatste van de vlog. En misschien ga ik er nog dagen aan vast filmen. Want als het echt niks is, ja, ga ik het ook niet online zetten. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En als je het een leuke video vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video.